7 miljoen moleculen. Een hoorspel van Manuel van Lochem dat de derde prijs won in de BRT-NOS hoorspelschrijfwedstrijd. De rolverdeling is als volgt. Hiram, Henk van Ulsen. Mannenstemreclame, Jan Wechter. Vrouwenstemreclame, Corrie van der Linden. Eerste stemman, Hans Karsenbarg. Tweede stemman, Jan Wechter in een dubbelrol. Man in park, Hans Veerman. Barman, Hans Karsenbarg. Mariette, Eva Janssen. Neger, Kees van Ooyen. En Howard, Paul Deen. Regie, Harry de Garde. Wat wil je? Niks, Hiram. Helemaal niks. Ik wil alleen in je hersens een beetje zeuren. Zodat je niet weet of je me hoort of je alleen maar verbeeld me te horen. Dat is alles, Hiram. Hou op, hou op! Dadelijk. Ga maar wat lezen, Hiram. Lees maar een mooi boek. Dat boek daar. Met die blote vrouw op het omslag. En van die mooie rode striemen op de witte vel. Hou op! Goed, jongen. Kom, ga maar lekker lezen. Ze kwam langzaam op hem toe. Ze had de knopen van haar blouse losgemaakt en hij kon duidelijk de omtrek van haar borst te zien. Het bloed hamerde in zijn hoofd. Ze kwam langzaam dichterbij. Hij kon haar regelmatige, sterk ritmische ademhaling horen. Met zijn vastgebonden handen tastte hij achter zich. Hij voelde de omtrekken van het mes. Hij slaagde erin de touwen door te snijden en toen ze dicht bij hem was, rukte hij zich los. De angst schoot in haar ogen. Hij raapte langzaam de zweep op die op de grond lag en met doelbewuste felle slagen dreef hij het scherpe, soepele leer in het vlees van haar schouders. Rode strepen verschenen op de witte huid. Ze viel op haar knieën. Maar er kwam geen geluid uit haar. Langzaam voelde hij de opwinding in zich opstijgen, terwijl hij doelbewust een patroon van gekruiste strepen maakte met welgerichte slagen. Weg met die rotzooi! Bevalt het je niet? Zet dan maar de radio aan. Vrouwen zo opwinden. Aha, voor mannen. Ja, karate. Parfum voor man. Omdat die zo opwindend is. Het wekt het beest op in de man. Het dier op in de vrouw. Karate. Karate. Het parfum voor mannen. Zet maar een ander station op. Een mooi stuk. Dat zal je goed doen. Dit hier is een stad voor mannen en vreemdelingen. Dit is een stad van lafaards. Pas op je woorden, vreemdeling. De kogels zitten los in de revolvers. Wat kom je hier doen? Er is hier een man vermoord. Hij was mijn beste vriend.
Wat was zijn naam? Zijn naam was Big Bill Jones. Zo, zo. Big Bill Jones, hm? Is beter die naam te vergeten, vreemdeling. Ik zal zelf beslissen wat ik vergeten zal of niet. In deze stad wordt de wet door ons gemaakt. De wet is de wet. En ik ben zijn vertegenwoordiger. Ik heb je gewaarschuwd, vreemdeling. Ik heb jouw waarschuwing niet nodig. Dat zal ik je dan eens laten zien. De wet is de wet. Maak uw wasgoed witter dan dat van ieder ander. Steek uw buurvrouw de ogen uit met bliksem flitsende witschittering. De Rode Piraat, 10 jaar oude whisky. In het vat gebotteld, wekt het beest op in de man en de man in het beest. De nieuwe supersize pasvorm. Maakt uw natuurlijke ronding tot een maalstroom van begeerte. Groter dan king size, pittiger dan ooit. Old Lord, de nieuwe sigaret. Voor de man die weet wat een vrouw toekomt. Lentezonde. Het parfum voor de vrouw die het oerwoud in haar bloed heeft. Die de tijger losmaakt. Lente, zonde. De kleine flesjes met de grote werking. Ik heb er genoeg van. Ga dan even uit. De straat op. Of wandel in het park. Je zit maar opgesloten in het hok van je. Goedenavond. Mag ik even op die bank gaan zitten? Erg beleefd ben je niet. Ik heb je toch niks gevraagd? Ik was gewoon een beetje beleefd tegen je. Van het gewone soort beleefdheid. Ik heb je toch niet om gevraagd? Maar het kan toch geen kwaad? Als de mensen geen goedenavond meer tegen elkaar kunnen zeggen, dan kunnen ze elkaar net zo goed de strot afsnijden. Vind je niet? Dat doen ze toch wel. Wat? Mekaar de strot afsnijden. Hier. Hier heb je de krant van vandaag. Kijk maar. Op de voorpagina. Dat is het betere vakwerk. Alleen al in deze stad, in deze krant, vandaag, staan 44 moorden. Ik heb ze geteld. En dat alleen in het kleinbedrijf natuurlijk. In eigen beheer zo gezegd. Over de supermarkt, in Vietnam, Biafra, Brazilië. Daar hoeven we nog niet eens over te praten. Nee, ik praat alleen over de kleine zelfstandigen. 44. Och, wat een kring. Ik heb het al gelezen. En dat is nog geen reden om niet goedenavond te zeggen. Nee, begin je weer? Nou ja, dan zal ik mijn mond wel houden. Bedankt. Eigenlijk zou ik er wel anders moeten gaan zitten. Waarom? Omdat jij er nou zit. Kan ik je niet verbieden natuurlijk, deze bank is vrij voor iedereen. Maar ik heb geen zin in soortgenoten op het ogenblik. Smeer hem dan. Je hebt gelijk. Ik ben te moe om op te staan. Laat staan te gaan lopen. Nou, dan blijf je zitten. Zo wel moeten. Heb je zo hard gewerkt dat je zo moe bent? Nee. Oh. Mag ik die krant even? Interessant, hè? Kun je nou voorstellen dat mijn soortgenoten, mijn medemensen met een strot uithangen? Ja. Je moet het maar niet kwalijk nemen. Jij kan er ook niks aan doen, maar ik praat niet graag met vreemden. Dat merk ik. Ik heb het praten een beetje verleerd. Ik moet nou veel langer zoeken naar een woord dan vroeger. Dat komt voor. Wat weet jij daarvan?
praten. Dat moet je blijven oefenen. Ja. Ja, dat is zo. Woorden verroesten in je bek. Ik weet het. Jij? Ja. Hoezo kun jij dat weten? Als je lang alleen bent, dan ken je soms de klank niet meer. Ja, dat is zo. Sinaasappel. Een gewoon woord. Ja. Een vrucht, rond, oranje. Maar op een gegeven ogenblik wist ik gewoon niet meer wat het was. Vreemde klanken. Sinaasappel. Ik was bang. Maar het duurde gelukkig niet lang. Ik heb het gehad met trompet. Een toeter. Trompet. Ik wist ook niet meer wat het was. Trompet. Bij mij heeft het een dag geduurd. En plotseling wist ik het weer. Een dag is veel. Ja, maar het gaat steeds langer duren. In het begin is het een seconde. En dan wordt het steeds langer. Maar je hebt gelijk, een dag is wel erg veel. Zouden anderen dat dan ook hebben? Wellicht. Het zou gek zijn als we met z'n tweeën die toevallig op een bank in dat snetpark hier zijn aangespoeld het alleen zouden hebben. Dat lucht op. Wat? Als je er niet alleen mee bent, bedoel ik. Het lucht helemaal niet op. Jawel. Als je weet dat anderen iets voelen dat jij ook voelt, dat maakt je minder eenzaam. Soms is het of ik onder een stolp zit. Een stuk kaas. Zo'n glazen bol om je heen. Je ziet hoe buiten het tuig krioelt. Binnen is het stil. Doodstil. Ik weet het. Jij schijnt een hele hoop te weten. Nee, ik weet niet veel. Maar deze dingen weet ik. Wat doe je voor de kost? Oh, dan het een dan het ander. Het brengt niet meer op dan de kost, maar het is genoeg. Nu ga ik de huizen langs voor tijdschriften. Als ik ga. Dat zou ik ook wel willen. Nou, dat kan. Je kunt mijn koffertje krijgen. Dat gaat niet zo makkelijk. Wat voer jij dan uit? Niks. Waar verdien je je brood ermee? Daarmee. Dat lijkt me wel wat. Ik ga dan kapot. Hoe kan dat? Ik zit de hele dag in een grote zaal. Ruim, helder, vol licht. Een kooi zonder tralies. De hele dag is er een zacht gezoem. Als van ontevreden bijen. Heel zacht. Soms hoor ik het niet eens meer. Dan zit het in mijn hersens. Wie slijt er ervan? Dat gezoem is van de machine. Die machine is eigenlijk zelf een soort hersens. Een hele fabriek wordt door dat kring geleid. Ik moet er alleen maar zijn. Voor het geval er misschien een lamp uitvalt of een schroef los trilt. Maar er valt nooit een lamp uit en er trilt nooit een schroef los. Nooit. Begrijp je dat? Ik zit daar maar. En iedere maand krijg ik mijn geld. Ik word er gek van. Kun je niet lezen onderhand? Nee. Dat zet me aan het denken. Dat maakt me nog gekker. Eerst heb ik het met goede boeken geprobeerd. Dat hield ik niet vol. Toen met stripverhalen. Ben je getrouwd? Ja. Die 5. Kinderen? Ja. 1. Kinderen. Dat zijn lieve dingen. Ik ben gek op kinderen. Soms denk je, een kind van jezelf, dat zou helpen. Iets om lief tegen te zijn. Die van je houden. Kinderen helpen niet. Ik dacht het. Nee. Wat ik heb is een langzame ziekte. Als je helemaal beseft dat je het hebt, is het te laat. Net als kanker. Maar er moet toch iets tegen te doen zijn? En wat dan wel, makker? Slaat het ding in elkaar? Nou ja, zomaar. Dat kan. Die dingen zijn kwetsbaar. 1 mens kan zo'n hele fabriek stilleggen. Misschien wel. Ja, dat ding is kwetsbaar. Er zitten heel ingewikkelde buisjes in het kring. Dat ding dat denkt ermee, net zoals wij met onze hersens denken. 1 klap en hij denkt niet meer. Ja. 1 klap en die hele machine is door Jorre de verdommenis geholpen. En dan? Wat zeg je? En dan? En dan? Dan stoppen ze je in de nor of in een gesticht. En dan maken ze een nieuwe machine. Maar dan heb je toch in ieder geval iets gedaan? Dan heb je laten zien wie je bent. Je bent machteloos, heus. Je kunt er niks aan doen. Zinloos vernielen, ja. Maar ook maar 1 keer. En dan blijkt pas goed hoe machteloos je bent. Ik heb eens een verhaal gelezen, lang geleden.
maar het is me altijd bijgebleven. Het ging over een vent die een heel sterk vergif had uitgevonden. Hij wou met één slag de hele stad vernietigen. Hij stopte het in de waterleiding en op die manier zou het door de kraan bij ieder gezin in die stad terechtkomen. 1 ons van dat spul was voldoende voor de hele stad. Hoe liep het af? Dat weet ik niet meer. Ik heb alleen onthouden dat 1 man in staat was een hele stad uit te roeien. En dat niemand daar wat tegen kon doen. Die man was bijna net zo machtig als God. Een hele stad door 1 man. Dat heb ik nooit vergeten. En dan? Dan ben je helemaal alleen. En stel je voor een stad zonder mensen. Dat lijkt me nog erger dan een stad vol mensen. En dat is al erg genoeg. Ja. Je bent er wel erg alleen als je de hele boel hebt uitgeroeid. Ja, kom, ik ga maar weer. Ik had niet gedacht dat ik nog iets tegen jou zou zeggen. Maar het komt onverwacht. We zouden elkaar eigenlijk moeten helpen. Hoe? Ik weet niet hoe. Nou dan? Maar op de een of andere manier moet het toch kunnen. Dat denk je in het begin. Later weet je beter. Niks doen. Als je alleen bent, dan ben je alleen. Dat leer je nog wel. Heb je een sigaret voor me? Mm-hmm. Dank je. Ja. Nou, ik ga maar weer. Bedankt voor het gesprek. Het helpt niet, maar het houdt de tong een beetje lenig. Wie ben jij? Ik? Ja, jij. Ik ben... Je bent niks. Een nul. Iedereen is wat. En wat ben jij? Niks ben je. Een molecuul. Hiram, de molecuul. Moeders mooiste jongen. Houd toch op, Hiram. Hou op! Goedenavond, meneer. Wat mag het zijn? Whisky. Enkel of dubbel? Enkel. Op rantsoen van moeder? Enkel is genoeg. Ah, ik vroeg het alleen maar. Ieder mens zijn eigen maat, dat zeg ik altijd. Alsjeblieft. Ik hou eigenlijk niet van dat spul. Het is mij te scherp. Ach, niemand dwingt u. Nee. Ik hou er eigenlijk ook niet van. Oh, dat zou je anders niet zeggen, Mary. Het is net een drankje dat ik vroeger kreeg als ik ziek was. Ik dronk het omdat moeder zei dat ik er beter van werd. Remedie nummer 1. Hier word je alleen maar slechter van. Nee, beter. Rustiger. En jij? Nee, niet rustiger. Wat dan? Nou ja, je hoeft het me niet te zeggen. Iedereen drinkt op zijn eigen manier, zeg ik maar. Maar gek is dat toch? Echt lekker? Nee, vindt niemand het. En toch wil je niet zeggen dat het niet gebruikt wordt. Je zou het zelfs een wijdverspreide gewoonte kunnen noemen. Hier wel tenminste. Nou ja, met die anderen naar buiten hebben we niks te maken, niet waar maken. Hier zijn we allemaal jongens en meisjes onder elkaar, hè Mai? De democratie van de fles, niet waar Mai? Voor zolang het duurt. Maar als het op is, wordt er nieuw getapt. Dat is een troost. Neem er nog 1. Hoe heet jij? Hiram. Neem er nog 1, Hiram. We hebben nog meer familie van elkaar. Nog 1. Enkel of dubbel? Dubbel. Goed zo. Als je een beetje aan bent, is het lang zo'n nare smaak niet meer. Zo. Proost, jongen. Ik vind je best een aardige vent. Een beetje klein voor een stuk. Hou ik van. Daar wordt de moeder in me van wakker. Ik heb je anders niks gevraagd.
Ik ken jouw soort. Weet je wat het met jou is? Ik heb je niks gevraagd. Jij bent bang. Ik wil afrekenen. Ik mag toch zeker wel zijn wat ik wil? Of niet soms? Natuurlijk, Hiram. Oh, sorry, neem me niet kwalijk om er even mee bemoeien. Mijn naam is Howard. Ik zei natuurlijk, Hiram. Het is een vrij land. Maar je hoeft toch niet onvriendelijk te zijn. Het is niet aardig. De mensen zijn vriendelijk tegen jou en dan verlangen de mensen een beetje vriendelijkheid terug. Het is redelijk. Ik wil weg. Bied jou een borreltje aan. Voor mijn rekening. Ik geef een rondje. En als je dat weigert, ben jij onbeleefd. Dit is een vrij land. Maar je moet niet onbeleefd zijn. Vind je ook niet? Nou goed dan. Ik heb het niet zo kwaad bedoeld, jongen. Alleen een beetje aardig tegen je zijn. Wat wil je drinken? Van jou niks. Nee, straks misschien, hè. Voor de gezelligheid. Maar nou niks. Je begrijpt het verkeerd. Je zegt er zo beteuterd uit toen je binnenkwam. Dat maakt me week. Je weet je handen goed te verkopen, hè? Jij bent net zo groen als ik dacht dat je was. Jij ziet geen verschil tussen een meid van het vak en een rechtuit, wij. Maar wat doe je dan hier? Waarom is? Huh? Waarom? Ach, doe nou niet zo flauw. Ga jij nou eens mee, jouw moeders hand, hè? Lopen we even naar voren, naar het raam. Gaan we even kijken. Zie je dat? Het licht? Hoor je dat lawaai? En kijk die mensen eens bewegen. Duizenden, miljoenen. Ze lopen op straat. En er gaan anderen ergens naartoe. Je weet niet waar. Je hebt allemaal een doel. En jij zit thuis. En je wil ook lopen om wat anderen te doen. Je wil ergens bij horen. En dan ga je ook op straat. En dan is het enige doel dat je hebt een kroeg waar het warm is en waar ze je kennen. Als ik hier kom, staat precies die borrel voor me klaar die ik gewend ben. Dat weten ze. En dat maakt je wat minder alleen. Ik kom bijna nooit in een kroeg. Wat doe je dan? Thuis zitten. Luisteren of kijken. Mijn vrouw zit bij me. Ze schenkt een glas bier voor me in. De kinderen zijn naar bed. Het is gezellig en rustig thuis. Dat lieg jij, jongen. Laten we weer aan de bar gaan zitten. Jij bent alleen. Dat kan ik ruiken. Op 20 meter afstand kan ik mensen van ons soort ruiken. Zo, Hiram. Heb jij met Mary een wandelingetje gemaakt? Luister eens. Ik ben lid van een schietvereniging. Iedere maandagavond ga oefenen. Schieten kan iedereen leren. Om een revolver te kunnen hanteren hoef je geen spieren te hebben. Iedere idioot kan erop lospaffen. Lees de krant maar. Dat ding wordt tegenwoordig niet meer met inkt maar met bloed gedrukt. Ik lees het dan niet meer. Ja, een mens moet vrij zijn, Mary. Om elkaar af te slachten, zeker. Ach, ze moest het verbieden. Een echte man moet zich kunnen verdedigen. Een man die zo nodig schieten moet, is geen echte man. Een echte man heeft geen revolver nodig. Wat weet jij daarvan? Een ervaring. Geef me dan maar een whisky en dubbelen. Nou mag je me er ook een aanbieden. Heb jij gisteravond de match van Farmer tegen Robinson gezien? Ja, Mike, ik sla geen bokswedstrijd over. Het was een kleur. Dat scheelt. Ja, en het bloed is veel echter. Wie heeft gewonnen? Robinson, met knockout. Hoeveel ronden? 4. Mooie match. In het begin was het nog een beetje poezelen, je weet hoe dat gaat. Hier een duw en daar een aai. Net als twee jonge katten. Maar na de eerste ronde kwam het echte werk er aan te pas. Eerst nog wat lijf aan lijf werk. Toen een maagdreun. Je kon hem horen. Prachtig uit de rechtse hoek. Farmer ging tegen de grond. Bij de 8e tel probeerde hij op te staan. En toen kwam er een klein straaltje bloed uit zijn bek. Heel klein. Maar het was toch een gek gezicht in kleur. Bijna zwart en toch rood genoeg om te weten dat het bloed was. Op zo'n ogenblik besef je dat zwart-wit maar behelpen is.
Die farmer die daar lag, was een blanke, nietwaar? Ja. Dacht ik wel. Het was een mooi gezicht. Wat heb jij tegen ons? Niks. Jullie zijn mijn makkers. Wij kennen elkaar. Maar als het zover is, knal je ons allemaal neer. Ja. Alle blanken als het zover is. Maar wij zijn je vrienden. Dat heeft er niks mee te maken. Nee, dat weet ik. Net zoals ik jou zal neerknallen als het zover is. Jezus, nam maar op. Wat is er voor nodig? Waarom kunnen we niet in vrede ons borreltje drinken en elkaar met rust laten? Dat begrijp jij niet. Nee, dat begrijp ik niet. Eerst hebben we gesmeekt. Toen hebben we gevraagd. En daarna hebben we geëist. 100 jaar lang heeft dat geduurd en het heeft niks geholpen. Je bereikt nooit wat met praten. En nou zullen we erop los gaan slaan. En dat zal wel helpen. Waarom? Zo zijn wij. Wie? Mensen. Hoe bedoel jij dat? Niks, zomaar. Om elkaar toch niet de hersens in te slaan, dat hoeft toch niet. Jawel, het moet. Er is geen andere oplossing. Als ik jullie niet neerschiet, zullen jullie me nooit als een mens behandelen. Ik heb jou nooit anders dan als een mens behandeld. Ik ken jou al jaren. Jij zit aan de bar in deze kroeg en wij drinken een borreltje. Waarom zou je mij de hersens in slaan? Het gaat ook niet om jou. Natuurlijk gaat het om mij. Ik leef. Ik heb daar best wel geweld. Ik vind het verschrikkelijk. Ik haat het. Geweld mij. Jij begrijpt het niet. Maar hij, Hiram begrijpt het wel, nietwaar? Hiram, jij begrijpt het. Ik weet niet waar je het over hebt. Jawel, ik ken jou. Ik wil er niks mee te maken hebben. Ik moet geen herrie in mijn zaak, jongens. Als jullie iets te ver hebben, ga dan alsjeblieft naar buiten. Maar niet in mijn zaak. Hij begrijpt er ook niks van. Nee, hij begrijpt er ook niks van. Maar wij begrijpen elkaar wel, nietwaar? Wij begrijpen elkaar wel. Helemaal geen kwaaie vrienden. Integendeel, de beste maatjes bij een borreltje aan de bar. Maar als het om belangrijke dingen gaat? Ja, dat is iets anders. Samen, hier in de kroeg. Dat is wat ik zou willen noemen het kleine leven. Maar in het grote leven, buiten de kroeg, daar is het oorlog. En waar oorlog is, wordt gevochten. Kan dat niet zonder? Nee, hè? Howard? Nee, Mike. En waarom niet, als ik vragen mag? Jij mag best vragen. Nou, waarom niet? Dat baasje naast je heeft het antwoord al gegeven. Zo zijn we, heeft hij gezegd. En zo is het ook. Zo zijn we. Zo is het. Een rondje voor de hele tent. Je hebt het maar voor het zeggen. Jullie zijn gek. Dat is best mogelijk, maar we zijn niet de enige. Maar die anderen zijn ook gek. Dan blijven er niet veel over die niet gek zijn. Schenk er nog eens een borrel. Voor Hiram, voor mijn rekening. Ik hou eigenlijk niet van dat spul. Als je goed je best doet, ben je er wel een kwestie van oefenen. Het is goed voor je. Voor mensen als jij zelfs heel goed. Wat bedoel je met mensen als ik? Oh, daar bedoel ik geen kwaad mee. Wat doe je voor de kost? Handelsreiziger. Langs de deuren. Langs de deuren dus. Neem er nog maar één. Nee, dank je. Ik heb genoeg gehad. Goed zo. Bijt jij me van je af. Dat heb ik liever dan zo'n meeloper. Zo in die als een lam nagalmt wat je zegt. En met pit met een eigen oordeel, dat mag ik. Ik geloof best dat wij hele goede maatjes kunnen worden. Ja. Ja. Ik geloof dat wij nader met elkaar kennis moeten maken. Wat is er met jou gebeurd? Ik heb nooit gemerkt dat jij van de broederschapsgemeente was. Meer van de leer van de laatste stuiver. Jij hebt je altijd in mij vergist. Als ik me jou vergist heb, dan wantrouw ik mijn eigen naam. Hiram, wij moeten betere vrienden worden. Laat me met rust. Hiram, ik schrijf even op een stukje papier de naam, het adres en het telefoonnummer van onze vereniging. Goed leren schieten met een revolver. Zoals ik jou vertelde. Als je zin hebt om kennis met ons te maken, bel je gewoon. Je belt gewoon even op. Hè? Zonder enige verplichting. Goedenavond. Tot ziens. Hoe staat er op dat papiertje? Niks bijzonders. Hoogste tijd, dames en heren. Hoogste tijd. Nou al. Dat is vlug gegaan. Ja, Mike. Aangenaam gezelschap. Goedenavond.
Dan Mike. Dames en heren, nog 5 minuten. Geef me er nog één, kan nog net. Nou, eentje op de val geeft dat. Maar smaak is het best. Oh, daar ben ik nog altijd bang voor, hè. Als de klok op springen staat, dan moet je weg. Het is hier binnen warm als in een buik. Maar je wordt er onherroepelijk uitgesmeten. Morgen is er weer een dag, Mary. Ja, overmorgen ook. Nou, tot ziens, Hiram. Tot ziens. Loop nog een eentje met me op. Nee, ik ben zo thuis. Oh, de eerste stappen buiten zijn altijd het ergste. Later ben je er wel lang om weer buiten te zijn. Help me nog eventjes met die eerste stappen. Daarna ga ik wel op mijn eigen koers. Kom nou maar. Mary, meneer, hoogste tijd. Ja, tot ziens. Dag Mary, tot kijk. Dag meneer, bedankt. Wat is er met jou aan de hand? Ik ben bang. Bang waarvoor? Voor niks. Zomaar bang voor als ik buiten loop. Nou, ga er een eindje mee. Altijd als ik buiten kom, dan heb ik dat licht en dat lawaai. Dat verstik me. Ik kan er bijna niet meer ademhalen. Heb jij dat nooit? Nee. Oh, ben je een gelukkig mens. Ja. En er is niks tegen te doen. Het is net of alles in elkaar dondert. Nou, hou nou maar je mond. Nee. Praten helpt. Het is al hier bijna over. Samen gaat het beter. Drank in huis? Ja, een beetje. Ik drink niet veel. Ik hou er niet van, dat heb ik je al gezegd. Oh, koffie is beter. Ik kan koffie zetten. Waar is de keuken? Daar. Blijf jij maar zitten. Ik vind alles wel. Ja. Mensen hebben altijd dezelfde plaats voor dezelfde dingen. Ja, hier heb ik het al. Koffie, pot, suiker. Dat is ook gebeurd. Zou je wel gezellig kunnen zijn, maar dan moet je wat veranderen. Alles zo laten staan. Het is mijn rotzooi, niet van jou. Allicht. Ik wou alleen maar een beetje aardig zijn. Oh. Dat mag. Heb je nog wat eetbaar nou? Ja, denk het wel. Een stukje brood en een paar blikjes. Kijk maar eens. Wat? Zie je het wel? Ja. Samen is beter dan alleen. Voel je goed? Rustig. Zou je best niet willen opruimen? Oh, wees maar niet bang, ik zal het niet doen. Er waren geen vlotte redenen, hè? Nee. Hoeft ook niet. Maar in je eentje kan je niet praten. Zo. Nou, ik heb wat geïmproviseerd, zoals je ziet. Zo, dat is voor jou. Vind je ook klaar? Zo. Nou. Ik mag eigenlijk niet zoveel eten, maar ik kan niet laten. Nou, smaakt het? Ik mag ook niet zoveel drinken. Ik ben bang om dood te gaan en toch prop ik me vol. Gek is dat, vind je? Het is jouw lichaam. Het wordt wel beter. Ik heb een goed lopende modezaak gehad. Ik ben getrouwd geweest. Ik had 2 kinderen. Ja? Maar als je drinkt, blijven je klanten weg, hè? Je stinkt naar drank en er is niks tegen te doen. Maar waarom dronk je? Was je ongelukkig? Nee. Nee, ik verdiende genoeg. Mijn man was goed voor me. Kinderen waren lief. Ik kan niet zo
aangeven wanneer het begonnen is. Maar er is iets in ons ziek en dat helpt ons naar de bliksem. Laat mij dat buiten. Oh, natuurlijk, ik hou jou er buiten. Had alleen het gevoel dat jij dat zou kunnen begrijpen. Nee. Gek is dat. Toen geld dat een woning en gezin was, ik vaak ongelukkiger dan nu. Soms heb ik het gevoel dat het geluk de mensen ongelukkig maakt. Kan jij je dat voorstellen? Nee. Ja. Dank je. Ik heb het niet zo slecht. Mijn man heeft een kleine rente op me vastgezet. Iedere maand hou ik het af. Wanneer heb jij het voor het eerst gevoeld? Wat? Angst. Zomaar bang zijn zonder dat je weet waarom. Nooit. Oh? Ik dacht dat ik je herkend had. Dat ik het in je ogen had gezien. Neem me niet kwalijk. Nee. Prettig is het hier. Warm. Mensen maken gezelligheid, hè? Niet de omgeving. Ja, dat zal wel. Ik kan me de eerste keer nog goed herinneren. Ik had mijn dochter naar bed gebracht. Mijn man zat in de krant te lezen. En toen kon ik bijna geen adem meer halen, zomaar. Mijn hart bonkt alsof het zou springen. Daarna is het eigenlijk nooit helemaal meer weg geweest. Je praat er makkelijk over. Ik praat er graag over, want het lucht me op. Vooral met mensen van wie je denkt dat ze weten kunnen waar je het over hebt. Heb je nog koffie? Ja, natuurlijk. Zo, lekker sterk. We doen wat meer suiker bij. Zo, alsjeblieft. Nou nog een sigaret? Graag. Zo. Zal ik een plaatje opzetten? Ja, als je er zin in hebt. De stilte wordt zo vreemd, hè, na een tijdje. Dat heb ik altijd. Dan zet ik een plaatje op. Zo beter? Ja, als je elkaar maar horen kan. Hè? Ik kan niet goed tegen stilte. Ik kan niet goed tegen lawaai, zo heeft ieder wat. Borreltje? Zouden we dat wel doen? Waarom niet? Ik weet het niet. Na een borrel praat ik makkelijker. Laten we er dan maar één nemen. Of twee. Ze bijten elkaar in ieder geval niet. Lekker. Soms ben ik ineens verschrikkelijk woedend. Razend, zomaar, ineens. Er komt plotseling op en ik weet niet waarom. Ik heb er nog nooit met iemand over gesproken. Dat is niet goed. Jij bent de eerste. Vind ik fijn. Praat maar tegen Mary, hoor. Ze kan er tegen. Ze is ervoor gebouwd. Mary, de klaagmuur, dat ben ik. Als ik ooit merk dat je met een ander over gesproken hebt. Nou, wat dan? Dan vermoord ik je. Zou me niet eens veel kunnen schelen. Gek is dat. Ik meen het. Weet ik. Kan je niet veel schelen? Zou je dat willen? Dat vraag ik je toch niet? Oh, ik zal er in ieder geval met niemand over praten. Waarom zou ik? Is jouw zaak. Vooral als het erg stil is. Dan voel ik me of ik opgesloten zit. Of als ik buiten loop, dan zit ik opgesloten in het licht en het lawaai. En dat er een muur om me heen is. Je kunt er niks tegen doen. Verschrikkelijk. Verdomme muziek.
Ga niet meer aan hoor. En plotseling is het weer verdwenen. Dan ben ik heel rustig. Zoals nou. Ja, dat is alles. Ik weet niet meer wat je dat verteld hebt. Ik wel. Vergeet het maar. Goed. Ik vergeet makkelijk. Dat is prettig. Wie zich veel herinnert, heeft meer ellende dan nodig is. Slecht geheugen is de beste genezing. Ik ben niet zoals jij. Nee, natuurlijk niet. Ieder mens is anders. Ik in ieder geval wel. Maar ieder mens is ook net zoals een ander. Mensen zijn allemaal anders en allemaal gelijk. Wat ik voel en wat jij voelt zal wel op hetzelfde neerkomen. Ik ben misschien te dik om zo erg te haten. Er is maar één middel tegen. Wat? Liefde, jongen. Liefde helpt het overal tegen. Dat is de beste genezing tegen haat. En tegen angst. Dat heb ik ook geleerd. Wat jij liefde noemt tenminste. Daar moet je niet te min over denken. Wat ik liefde noem. Zacht en warm. Veilig. En dat duurt het maar één nacht. Het is voldoende voor wekenlang vrede met het leven. Wees maar niet bang. Doe geen kwaad. Ik ben niet bang. Een beetje misschien. Kom veel voor, hè? Kom bij me. Nee. Zo zacht voor je zijn. Als ik iemand naast me heb en mijn hand kan uitsteken en weet dat ik niet alleen ben, voel ik me een stuk gelukkiger. Kom bij me. Wat wil je? Ieder mens wil wat anders. Maakt niks uit. Als je maar bij elkaar bent. Oeh. Dat deed pijn. Het spijt me. Dat is niet nodig. Het deed echt pijn. Was dat het wat je eigenlijk wou? Ja. Jammer. Jij bent van het soort dat slaan prettig vindt. Ja. Ik schaam me. Het is al over trouwens. Ik ben veel gewend, maar er is één ding waar ik nooit aan heb kunnen wennen. Dat is een slaan. Sommige vrouwen vinden het prettig. Ik ben ook bang voor mannen die slaan. Je had het kunnen weten. Nee, jongen. Ik heb me vergist. Ik dacht dat je eenzaam en bang was als een klein kind dat naar zijn moeder zoekt. Nou, ga ik maar. Ja. Ik zal maar niet zeggen tot ziens. Heeft weinig zin. Toch mag ik je graag. Jammer dat het zo gelopen is. Mm-hmm. Jammer. Dat zijn dingen die je zelf niet in de hand hebt. Zou je misschien het noodlot kunnen noemen? Misschien wel. Misschien zien we elkaar nog wel eens. Ergens. Je weet nooit. Misschien. Ze is weg. En ze komt niet meer terug. Wat moet ik doen? Sla de rots in elkaar. Smeet de borden stuk. Trap het bed kapot. Doe wat. Doe wat. Dag Hiram. Hoe gaat het ermee? Goed, Howard. Dank je. Ik ben niet erg in vorm. Meestal raak ik de roos met een knipoog. Maar nu zit ik er steeds naast. Leuk dat je gekomen bent.
had wel verwacht. Anders had ik je dat papiertje niet gegeven. Hij is erg zuinig met onze uitnodigingen. Dank je. Borrel? Nee. Wie raak wil schieten, moet een vaste hand hebben. Hoe weet je? Ik had niet verwacht dat het... Nou? Dat het zo groot zou zijn. Het is een grote organisatie, moet je maar rekenen. We bestaan ongeveer een 100 jaar. Wij schieten met revolvers. Wie met geweren schieten, die oefenen meestal buiten. Dat zijn jagers en zo. Maar wij hebben onze schietbanen hier. Hiram, heb jij een revolver? Nee. Oh, dat is geen groot probleem. Revolver is te koop. Duur zijn ze ook niet. Tenminste, als je rekent wat je voor krijgt. Machtig mooi stuk techniek. Ik ben een oude rot in deze sport hier aan, maar iedere keer als ik zo'n stuk glimmend staal in mijn hand heb, gaat er iets om me heen. Een soort trilling. Probeer hem eens. Pak aan. Heb jij nooit eerder geschoten? Nee. Jij hebt talent. Waarom heb je me die naam en het adres van die organisatie gegeven? Achterdochtig, hè? En wantrouwend baasje, dat ben je. Ik mocht jou meteen toen ik je daar zag in die kroeg. En ik dacht, mensen zoals hij horen bij ons. Hij zal zich bij ons thuis voelen. Hij is wat eenzaam, maar hier kan hij een fijne sport leren beoefenen. Sport voor kerels, waar je meer hersens en techniek voor nodig hebt dan voor stombruut spierwerk. Ik dacht zo, het is net iets voor hem. Wat wil je van me? Dat jij goed leert schieten, dat is voorlopig alles. Voorlopig? Ja. En later? Later zijn we nog niet toe. Voorlopig is het voldoende dat je je kameraden je leert kennen. Hoeft niet meteen. Eerst moet je hier een beetje wennen. Er zijn nou eenmaal mensen die niet meteen oude jongens met andere mensen spelen. Die hebben tijd nodig. Oh, dat geeft niks. Op den duur zul jij merken hoe fijn het is echte vrienden om je heen te hebben. Probeer het nog eens. Goed zo. Valt me mee. Kijk. Kijk hier aan. Hier, in de kolf, zit het magazijn. 6 patronen. Dat is heel eenvoudig. Schiet maar zoveel je wilt. Dat lucht op. Vind je niet? Ja, het is geweldig. Maar wie betaalt het allemaal? Ik. Dat wil zeggen, wij. Waarom? Dat zou jij graag willen weten, nietwaar? Jij vraagt je af waar wij zo plotseling die diepe en innige menselijkheid vandaan halen. Jij denkt dat mensen geschapen zijn om elkaar de strot te open te halen. Zo is het precies. Ik zal het je uitleggen. Jij hebt recht op eerlijkheid. Want jij bent iemand die geschikt is een van ons te worden. Wie zijn jullie? Wie is hier red, hieraan? Wie we zijn, vroeg je. Dat is moeilijk uit te leggen. Dat moet je voelen. Je zou ons vrienden kunnen noemen. Ja, natuurlijk zijn we een beetje een vereniging, maar waar het op aankomt is dat wij burgers zijn van dat grote, machtige, heerlijke land. En dat wij er ons tegen willen verzetten dat dit Amerika verziekt wordt door ondermijnende machten. Dat is ongeveer alles. Daar moet er wel wat geld achter zitten. Er zijn er een paar van ons die geld hebben en die bereid zijn een offer te brengen voor een groot ideaal. Maar er zijn ook lui die het in stuiver hebben, maar die zijn ook welkom. Die kunnen op hun eigen manier hun offer brengen. Begrijp je? Ja, een beetje. Je kunt nog wel even doorgaan met oefenen. Wij zijn tot 11 uur open.
Je kunt ook weggaan. Ik denk dat ik nog even blijf. Gaat het net zo goed? Dat lijkt me toch niet gek voor een beginner? Nee, jij hebt er slag van. Doe maar verder waar je zin in hebt. En kom terug wanneer je wilt. Ik ben hier altijd op maandagavond. Dag Hiram. Tot ziens. Goedenavond. Goedenavond. Mooi weer vandaag. Ik zag er gisteren niet naar uit dat het vandaag zo zou worden. Zeg dat wel. Als we het maar zo houden. Je weet het nooit. Jij wekt het spraakwater in me op. Ik ben anders nooit zo vlot van de tong. Nee, dat herinner ik me. Ik heb een uitgangsuurtje. Luchten, zonder bewaking. Huh? Bevalt het je nog steeds bij je baas? Nog steeds hetzelfde. Doe me eens de groeten van me. Als ik hem zie, zal ik het zeker doen. Maar ik zie hem nooit. Jammer. Jij hebt iets op je lever dat je kwijt wilt. Hm? Wat is er met je gebeurd? Niks. Ook goed, goed. Ik ben er niet een die met geweld iets van een ander te weten wil komen. Alleen ben je een molecuul. Dat is een aardige uitspraak. Je hebt gelijk. Alleen ben je een molecuul. Waar heb je dat opgevangen? Je moet oppassen met wat je tegen me zegt. Oh, vorige keer was je een stuk minder opstandig. Dat verbeeld je je maar. Oh, nee. Nee. De keer dat ik met iemand langer dan 2 seconden praat zijn zeldzaam. En als dat gebeurt, onthoud ik dat. Ik weet heel goed wat we toen tegen elkaar gezegd hebben. En hoe je dat gezegd hebt. Ik ben er erg gevoelig voor geworden. Er is iets met jou gebeurd. Jij bent te veel alleen. Dat is wat er mis is met jou. Misschien is dat het wat er mis is met ons allemaal. Dat hoeft niet. Er dwarrelen 7 miljoen mensen in deze stad om je heen. Allemaal moleculen, zoals jij het zo aardig hebt uitgedrukt. Toch blijf je alleen. Dat is een ziekte. Maar het is niet nodig. Je hoeft niet alleen te blijven. Het liefste zou ik mijn rug naar je toe draaien. Om met mijn eigen vermoeide gedachten bezig te blijven. Daar ben ik aan gewend. Maar ik wil verder met je praten. Ik wil weten hoe het komt dat jij in zo'n korte tijd in de mensheid bent gaan geloven. Hoe lang is het geleden dat wij elkaar hier hebben ontmoet? Ongeveer 2 maanden. Begrijp me goed, ik maak niet de fout om andere mensen voor monsters uit te schelden en mezelf uit te zonderen. Ik ben precies hetzelfde. Ja, ik heb besloten naar je te luisteren en verder met je te praten. Je doet me te veel eer aan. Wat is er met jou gebeurd? Ik heb geleerd dat je door de stolp heen kunt breken. Hoe? Ik ben nieuwsgierig geworden. Al weet ik het antwoord al. Dat kun je niet weten. Jawel, ik kan het wel weten. Maar voor iemand als ik die roet in zijn ziel heeft, bestaat die oplossing niet meer. De liefde, dat is het enige middel om de eenzaamheid draaglijk te maken. Iemand die van je houdt. Iemand met wie je 1 ogenblik van dit verbazingwekkende bestaan van 2 lichamen 1 kunt maken. Het is heel zeldzaam, maar het komt voor. Je kunt dat niet dwingen. Het is een genade. Het is niet waar. Ja, ik heb mijn praatje gedaan. Het is nou jouw beurt. Samen met anderen iets doen. Dat kan je leven vullen. Ik ben erg wantrouwend. Ik ben ook wantrouwend geweest. Misschien zijn we verschillend. De maatschappij is ziek. Wij zijn ziek. Maar dat is hetzelfde. Vroeger kon je een man zijn hier, in dit gezegende land. Ik geloof dat ik het begin te begrijpen. Je begrijpt er niks van voor je het zelf hebt meegemaakt. We zijn verwekelijkt, verziekt.
door vreemde invloeden. Negers, Puerto Ricanen, Joden, Indianen. Oh nee, je vergist je. We zijn geen rassenhaters. Dat was vroeger zo. We? Ja, we. Een mooi woord, we. Dat betekent dat je in ieder geval met meer dan één bent. Iemand als jij kan niet begrijpen wat dat woord betekent. Hoeft ook niet, hoeft ook niet. Als jij het maar begrijpt. Maar ik had één ogenblik gedacht dat ik met je zou kunnen praten. Dat kan ook. Ja, met woorden zoals je met iedereen praat. Dat bedoel ik niet. Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom ik er tegenover jou een bek overhoop doe. Dat begrijp ik heel goed. Om dezelfde reden als ik in de tijd 2 maanden geleden hier op diezelfde bank ben blijven zitten en met jou heel wat heb afgebabbeld. Terwijl ik het niet eens wilde. Ik wou dat je een keer meeging. Waarheen? Naar een van onze bijeenkomsten. Naar de schietbaan. Schieten? Ja. Maakt te veel lawaai. Hebben ze jou op straat wel eens aangevallen? Nee, ik kom trouwens weinig op straat. Nou, mij wel. Ik liep op straat, zomaar. En toen kwam er een stelletje van die opgeschoten jongens. Ze bleven om me heen staan. Ze zeiden eerst niks. Ze maakten alleen die kring steeds nauwer, heel langzaam. Ze hadden de tijd. Ik was bang en zij lachten. En toen sloegen ze me tegen de grond. Steeds zonder iets te zeggen. Het deed verschrikkelijk pijn. Ze hebben een paar tanden uitgeslagen en een gekneusde rib. Maar de pijn was niet eens het ergste. Dat ik machteloos was. Dat het zomaar kon gebeuren, hier op straat, in deze stad, in dit land. Dat was het ergste. Nou, toen gingen ze weg. Ze hebben niks van me gestolen. Dat was de bedoeling niet eens. Ze wou alleen maar iemand rot slaan. Voor de lol. Grote God. Waarom zeg je dat? Ik zie het voor me. Nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Nou, ik wel. Daar is niks tegen te beginnen. Jawel. Dit land heeft wel een regering nodig die orde in de straten schept. Hoe? Door streng op te treden tegen straatschuimers die alles onveilig maken. Van wat voor huidskleur ze ook zijn. Dat is te eenvoudig. Is de enige oplossing. Nee. Dat soort bestaat, dat weet ik wel. Maar wat jij bedoelt is wat anders. Dat liedje ken ik. Dat heb ik vaak gehoord en ik herken het altijd. Het gaat niet om de jongens. Het gaat alleen om alle mensen die de straat op gaan, omdat ze ook hun deel van de koek willen hebben en niet meer tevreden zijn met de kruimeltjes. Die zijn ook gestuurd. Die zijn net zo gevaarlijk. Je bent wel verder heen dan ik dacht. Soms, hè, dan droom ik ervan. Ik zie die smoelen weer. Koud en een klein beetje nieuwsgierig. Meer niet. En dan word ik wakker. Drijfnat van zweet. En ik tril van razernij. En dan ga ik met open ogen weer verder liggen dromen. Ik word weer aangehouden. Ik trek mijn revolver. En ik schiet. Midden in hun stomme kop. Daar heb ik vaak van gedroomd. En nou niet meer? Nee. Nou niet meer. En wat ga je nou doen? Ik ga naar huis. Wees voorzichtig. Wat bedoel je daarmee? Precies wat ik zeg. Dat jij voorzichtig moet zijn. Waarvoor? Ik ken jouw soort. Dat hebben ze wel eens meer tegen me gezegd. Maar niemand kent mij. Jij ook niet, je vergist je in me. Ik ben veel alleen en ik denk veel na. Voornamelijk over mensen. Je leert er veel van. Je leert jezelf kennen. En dan leer je de mensen kennen, want ieder mens is familie van je. Soms heel dichtbij. Soms heel ver weg. En jou ken ik. Jij kropt het op, heel lang. En dan barst je uit elkaar. Jij haat de mensen omdat je denkt dat ze jou haten. Maar jouw fout is dat je de verkeerde uitzoekt om je te wreken. Waarom ga je niet de straat op? En wacht tot je weer wordt aangevallen. Schiet dat tuig dan neer voor mijn part. Waarmee? Met een revolver. Hoe weet jij dat ik een revolver maar heb? Maar dat doe jij niet. Ze zijn het niet waard. Dat soort is afvaltuig. Daar heb ik het risico niet voor over. En het is mijn taak niet. Ik... Ja. Ik geloof dat ik jou vertrouwen kan.
Luie mensen zijn betrouwbaar. Ze zijn te moe om je kwaad te doen. Ik ben meer. Dat dacht ik wel. Ik kan dit land redden. Ik. Ja. Je gelooft me niet. Op jouw manier geloof ik je. Een klein mens kan grote daden doen als er een groot mens bij betrokken is. Wat weet jij? Alleen maar wat ik geleerd heb als ik in mijn machinekamer doezel. En als die buizen zachtjes zoemen. En als ik in het licht vastgebakken zit. Ik moet er vandoor. Ga je doen? Ik weet niet waar je het over hebt. Dat weet je wel. Misschien zien we elkaar nog. Misschien. Dat moet je niet zeggen. Wat heb je? Niks. Ik heb er geen zin in dat mensen als jij denken dat ze mensen als mij kennen. Je bent al veranderd. Ja, dat ben ik. Goed, neem me niet kwalijk. Ik heb me vergist. Oké. Okay. Ik kom direct naar je toe. Je moet de plattegrond onmiddellijk verbranden nadat je met je hoofd geleerd hebt. Dat begrijp ik. Natuurlijk. Dergelijke dingen hoef ik jou niet te zeggen. Jij bent slim genoeg. Ik zie je dadelijk. Niet bij je thuis natuurlijk. Nee. Ik ga in die kroeg op je wachten. We hebben afgesproken. Tot straks. Tot straks. U luisterde naar 7 miljoen moleculen, een hoorspel van Manuel van Lochem. De rolverdeling was als volgt. Hiram, Henk van Ulsen. Mannenstem reclame, Jan Wechter. Vrouwenstem reclame, Corrie van der Linden. Eerste stemman, Hans Karsenbarg. Tweede stemman, Jan Wechter in een dubbelrol. Man in park, Hans Veerman. Barman, Hans Karsenbarg in een dubbelrol. Mariette, Eva Jansen. Neger, Kees van Ooyen. En Howard, Paul Deen. De regie had Harry de Garde.